Het is een hele cultuur en dat weten mensen vaak niet. Je hebt rappers, DJ's, breakdancers en graffiti. 2010 hadden we Dredd en Krullen op de Bink 36. Daar stonden we toen de tijd op de parkeerplaats. Typhoon was in 2012. Toen was het in het Zuiderpark ineens het festival. Dus er zitten heel veel beelden bij die superleuk zijn om te zien. In het atrium van het stadhuis kun je nu niet alleen je paspoort ophalen, maar je kan er ook alvast in de stemming komen voor I Love Hip Hop. Vanaf 26 juni staat Den Haag 5 dagen lang in het teken van deze cultuur. Het doel van deze expositie is een blik werpen in de keuken van I Love Hip Hop. Maar uiteraard staan we hier ook om het festival van dit jaar een beetje onder de aandacht te brengen. En dat doet de organisatie op verschillende manieren. We hebben 1 scherm met break battles, breakdance battles die je kan bekijken, die bij ons plaatsvonden. Op dit scherm zien we eigenlijk promo voor dit jaar. En op dit scherm hebben we interviews en video's die we gemaakt hebben door de jaren heen. Dit is eentje met een jongere die down is met hiphop, om het zo maar te zeggen. Voor wie dacht dat hiphop alleen maar breakdance is? Het is een hele cultuur en dat weten mensen vaak niet. Je hebt rappers, DJ's, breakdancers en graffiti. En dat bij elkaar, zeg maar, dat vormt gewoon een belangrijke cultuur voor heel veel mensen en kids. In de afgelopen jaren hebben al veel bekende artiesten op het I Love Hip Hop Festival opgetreden, zoals Xtins, Fresco, Enrico en Styx. En ook dit jaar zijn er grote namen. Maar natuurlijk is er ook ruimte voor opkomend Haags talent. De bekendste Haagse artiest die optreedt, dat is tijdens Parkpop en dat is Pinas. Dat is een jongen die Phoenix Talent heeft gewonnen en landelijk ook nu lekker bezig is. Daarnaast hebben we een aantal jongere acts die we programmeren ook op Parkpop. En die komen vanuit de Guap Nights. Er loopt best wel veel Haagse talent rond tijdens I Love Hip Hop.